Goedenavond, dames en heren. Een heel warm en hartelijk welkom hier in Wageningen voor de studenten die hier natuurlijk sowieso al hebben gestudeerd. Ook veel alumni, mensen die hier hebben gestudeerd. Heel leuk om jullie weer terug te zien. En dan natuurlijk andere collega's vanuit de universiteit. De collega's, wethouders... En andere politici en betrokkenen uit de regio. Wie moet ik nog noemen vanuit ons? Nee, een heleboel, maar vooral heel warm welkom Riek Bakker. En de collega's van het Nieuwe Instituut in Rotterdam. Vroeger het Nederlands Architectuurinstituut. Met hun samen hebben we deze avond georganiseerd. En ook een heel warm welkom voor Ton Schulte die deze avond gaat modereren. Ik ben Sandra Lenshotter, hoogleraar voor landschapsarchitectuur. En ik heb eigenlijk een aantal jaren begonnen mij een beetje zorgen te maken over hoe moet het nou verder met die ruimtelijke inrichting van Nederland. En ik heb heel veel onderzoek gedaan rondom klimaatverandering, klimaatadaptatie. En ja, dat baarde me eigenlijk steeds meer zorgen. En... Ik denk iets van 2 jaar geleden of zo kwamen we opeens in de krant Riek tegen die ook zei, ik maak me wel zorgen over de ruimtelijke toekomst van Nederland. En toen dacht ik, misschien moeten we eens een keer praten. En nou, zodoende heb ik Riek gebeld en we hebben elkaar leren kennen. En ik wist ook dat zij met het Nieuwe Instituut een hele reeks debatten organiseert om eigenlijk ook nou ja, de hele discussie rondom de ruimtelijke inrichting van Nederland ja, in verschillende stadsregio's van de grond te brengen. En ik dacht, nou, hier in onze mooie groene metropoolregio hebben we ook nogal wat uitdagingen. Dus het lijkt mij interessant om zo'n soort avond ook hier te organiseren. Zodoende. En wij zitten vanavond bij elkaar hier en ja, ik voel me enorm vereerd dat wij dit samen met jou mogen organiseren. En bij deze laat ik het eigenlijk met deze korte openingswoorden en geef dan eigenlijk direct al het microfoon en de vloer aan Riek en dan aan Ton. Ja, hartelijke dank. Ik vind het ook fijn om hier te zijn. Prachtige zaal, indrukwekkend. En nog lekker vol ook, dat is ook fijn. Ik ga u even meenemen hoe onze lezingenreeks is ontstaan. Ik ben, dat is alweer een half jaar geleden, ik ben 2 jaar vicevoorzitter geweest van de Academie van Kunsten in Amsterdam. En toen dacht ik... Ja, ik heb niet voor niks mijn hele leven in die ruimtelijke ordening gezeten. En daar kwam ik allemaal mensen van alle plumages in de kunst tegen. En ik merkte dat ze daar helemaal niks van snapten. En toen dacht ik, nou, dat is een missie. Laat ik beginnen met in de academie een lezingenreeks te starten. Die hebben wij gedaan. En die was succesvol. En toen dacht ik, nou, dan moeten we zien dat we dat niet alleen binnen zijn huis doen, maar dat we dat ook naar buiten doen. Dus toen hebben we als academie contact gezocht met het Nieuwe Instituut. En daar hadden we de kop ook snel bij elkaar. En zit daar mijn collega Tijn. En dat wij samen doen die lezingen. Wij zijn op het idee gekomen om te zeggen, laten we nou niet naar al die grote steden gaan, want daar is de dialoog wel aan de gang. En daar is het best moeilijk om de hazen te vangen. Je kan er wel een zaaltje vol hebben, maar voordat je alle zaaltjes vol hebt gehad en je hebt iets gebouwd met z'n allen, is ver veel ingewikkelder in die grote steden. Dus wij dachten, weet je wat, we gaan gewoon het land in.
En het land is ook een hele andere problematiek en ook een andere dynamiek als dat het in die steden is. En ik weet uit mijn eigen praktijk dat als je uit het land komt, ergens waar dan ook vandaan, dat ze vaak het gevoel hebben, hey, maar wij hebben ook wel een beetje aandacht nodig, er moet met ons ook wel wat gebeuren. Dus nou, niet moeilijk gedaan, we hebben gezegd, dat doen we. Onze formule is heel eenvoudig. Wij proberen, we hebben bij de gemeente, ik ben het even kwijt, Tilburg, gevraagd, mogen we bij jullie aftrappen, want we kennen jullie goed en we kennen Tilburg fysiek ook goed. Zullen we bij jullie beginnen? Nou, dat vonden ze prachtig. We hebben een avond in elkaar gesleuteld, met iedereen en alles gesproken. En dat was allemaal geënt op het idee van, luister, we moeten praten over de ruimtelijke ordening en de integraliteit van de ruimtelijke ordening. Want wat je heel veel tegenkomt is een stukje van dit, een stukje van dat, een rijksweg erdoorheen, een vliegveld eroverheen. En we doen maar lekker, maar we zijn zo ver gekomen in Nederland dat we ons dat niet meer kunnen veroorloven. Dus we moeten opletten, wat doen we waar, waarom en hoe zullen we dat doen. En dat is volslagen belangrijk geworden en daar moeten we ons naar gedragen. Dus vandaar dat wij gezegd hebben, kom, dan gaan we zulke avonden organiseren. Dat hebben we in Tilburg gedaan en dat was heel erg leerzaam. Ook voor ons, want het bleek gewoon dat de provincie de grote plannen maakte en dat die steden die daar toevallig in die plannen lagen dan maar moesten volgen. Toen dachten we, nou, interessant zeg, zouden ze dat overal zo doen? En vinden ze dat eigenlijk wel fijn? Dus daar hadden we zo onze twijfels bij. Die twijfels kan ik ook wel aan u uitleggen, want ik heb in mijn praktijk in de grote steden geleerd dat je kan een hele goede ontwerper zijn en je kan het verschrikkelijk goed vinden en voor elkaar krijgen en op papier zetten. Maar dat betekent nog lang niet dat je het hebt. Want wat heb je nodig? Je hebt in de politiek iemand nodig, bestuurlijk moet ik zeggen, niet politiek, bestuurlijk iemand nodig, die zegt ik ga dat met jou samen doen en we zorgen dat we er komen. En dan heb je meestal ergens in Den Haag iemand nodig die zegt, ja, ik zie het zitten en ik zal jullie helpen om de poen bij elkaar te krijgen. Nou, dat is ongeveer de kleinste driehoek die je kan verzinnen, die je nodig hebt om plannen werkelijk aan de praat te krijgen. Anders wordt het heel vaak, leuke plannetjes en nog weer en nog weer. Dus met dat ding in het hoofd hebben wij gezegd, nou, laten we dan naar Eindhoven gaan. We zijn in Eindhoven gekomen ongeveer, ik overdrijf misschien maar 36 uur voordat de klok luidde en dat ASML werd geholpen door ons demissionaire kabinet. Terwijl wij die avond daarover gehad hadden, van hoe doen jullie dat nou? En het is niet alleen maar iets om ASML te spekken en te zorgen dat ze thuis in ons land blijven. Maar het gaat natuurlijk ook om die regio Eindhoven, wat daar gebeurt. Want Eindhoven bestaat in dat verband uit wel 25 kleine gemeentes. En wat gebeurt er dan met die kleine gemeentes? Dus we hebben daar geprobeerd duidelijk te maken dat je, dat je natuurlijk ASML moet helpen. Maar dat je ASML tegelijk ook een poot moet uittrekken om ervoor te zorgen dat je die kleinere gemeentes goed krijgt. Nou, dat was een prachtige avond. En wij werden een paar dagen daarna beloond met het Rijk wat zij, we gaan het doen. Dus tot op heden zijn we heel prettig bezig. We zijn van plan naar Groningen te gaan en na wat gisteren gebeurd is, denk ik zo. Het is ook wel weer hard nodig ook. Ik weet niet of we daar tegenop kunnen, maar in ieder geval hebben wij het gevoel dat wij met die lezingenreeks dingen ter sprake kunnen brengen, dingen aan een praat kunnen brengen. Niet dat wij dat allemaal kunnen doen, dat hoeven we ook niet. Maar dat is ons doel, dat we zeggen, laten we nou zorgen dat we iets achterlaten bij die mensen onderling zeggen. We gaan de schouders eronder zetten, we gaan ermee aan de slag. We gaan proberen om het voor elkaar te krijgen. We moeten het niet ieder voor zich doen. En als we het belangrijk vinden, dan gaan we ermee bezig. En daarom zijn wij hier vanavond.
Dank u voor uw aandacht. Al het goede komt te drieën, zo zegt men. Dus ook nogmaals welkom. Mijn naam is Ton Schulte, ik ben de moderator van vanavond. Vanuit CASA, het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Arnhem. Een van de mede-organisatoren van deze nacht. Of van deze avond moet ik zeggen. Nacht, dat moet het nog worden. Misschien wordt het ook wel nacht, want we lopen iets wat achter op programma. Dus we gaan ons best doen om dat in te halen. Maar zolang het interessant is, dan blijft u natuurlijk gewoon zitten. En als u het niet meer trekt, gaat u dan buiven, dan gaan we daar iets mee doen. Het duurt dus minimaal tot 9 uur. Daarna is er een borrel en dan wordt u beloond. Maar in de tussentijd trakteren wij u op een soort van drietrapsraket. Waarbij we vanuit verschillende onderzoeken vanuit de Universiteit Wageningen, eigenlijk vanuit landelijk niveau, overkoepelend niveau, langzaam maar zeker inzoomen op de schone stad Arnhem. Daar ergens tussenin zit de regio Arnhem-Nijmegen, waar we het ook nog over gaan hebben. En daar koppelen we verschillende thema's aan die hier hun ruimtelijke impact hebben. We gaan het hebben over landbouw, we gaan het hebben over werken en we gaan het hebben over wonen. En dan kijken we hoe ver we komen. Het heet hier Omnia, deze fantastische zaal, dit fantastische gebouw. Omnia betekent natuurlijk alles. We gaan niet alles bespreken, maar wel heel veel. Dus ik heb genoeg gezegd. Graag een hartelijk applaus voor Tim van Hattem. Ja, dankjewel. Mooi om hier te mogen spreken. Hartstikke mooi en belangrijk onderwerp vanavond. Even kijken of ik naar de volgende... Ah, kijk. Mijn naam is Tim van Hattem. Ik ben hoofd van het klimaatprogramma bij Wageningen University Research. Het is voor mij een thuiswedstrijd. En ik mag jullie in 10 minuten meenemen naar op bijna over 100 jaar. Hè, dus 96 jaar nog maar. Nederland in 2120. En ik hoop eigenlijk dat na deze lezing dat er over 36 uur uit Den Haag witte rook komt om dit om te zetten in een plan. Maar laten we even beginnen bij het begin. Klimaatverandering. Jullie zien hier de Eiger-gletsjer. En in september vorig jaar heb ik de Jungfrau-marathon gelopen. En dat is een van de plekken, de finish van die marathon, die ligt naast de Eiger-gletsjer. En dat is een van de plekken in de wereld waar je klimaatverandering gewoon recht voor je ogen ziet gebeuren. Het is een deel van onze zoetwatervoorziening. Terwijl je er langs loopt, zie je hem afbrokkelen. En ik vergelijk eigenlijk vaak de aanpak van klimaatverandering met een marathon. Je zou kunnen zeggen, we hebben een helder doel, 1,5 graad. We hebben een lange termijn aanpak nodig. Nou, de tijd dringt en de wegen naar de top die worden steeds zwaarder en steiler. En dus liep ik met 10 klimaatexperts deze marathon met een Climate Stride t-shirt om aandacht te vragen voor de smeltende gletsjers en de noodzaak van klimaatactie. En als je goed kijkt zie je mijn startnummer, 2120. Heel veel geld voor moeten betalen om dat voor elkaar te krijgen. Ho! Ik druk een verkeerd knopje. Was denk ik een goede actie en een andere metafoor om eens een keer op een andere manier aandacht te vragen voor klimaatverandering. Maar voordat we naar 2120 gaan, nou ja, dit is ongeveer de wereld van vandaag. Je zou kunnen zeggen, de wereld staat in brand en we gaan gewoon door met het spelen van een potje golf. We zijn ongelooflijk druk met het oplossen van korte termijn problemen. We rollen van de ene crisis in de andere. En we weten natuurlijk dat klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit de opgave van de eeuw zijn. En klimaat en biodiversiteit hebben ook ongelooflijk veel met elkaar te maken. Klimaatverandering versnelt het verlies aan biodiversiteit en het verlies aan biodiversiteit versnelt klimaatverandering. En zo komen we in een hele snelle neergaande spiraal. En we beginnen eigenlijk steeds meer te leren dat we die twee crisissen in samenhang moeten aanpakken. En dat betekent dat onze natuur, onze natuurlijke systemen eigenlijk de belangrijkste oplossing zijn voor het klimaatprobleem. Dus we moeten die natuur weer gaan herstellen en versterken. Onze bodems, onze bossen, onze watersystemen zijn eigenlijk onze belangrijkste klimaatoplossingen. En dus moeten we die ook een hoge prioriteit geven. En wij dachten met een aantal onderzoekers van laten we nou eens een nieuw verhaal maken voor de toekomst van Nederland. Als we dat samenwerken met natuur en tegenwoordig noemen we dat water- en bodemsturend. Als we dat leidend maken in de ruimtelijke inrichting van Nederland. Want ons land staat voor
enorm complexe opgave. We gaan gruwelijk veel geld investeren om Nederland opnieuw op te bouwen, zou je kunnen zeggen. Ja, 900 miljard euro in de komende 30 jaar investeren in infrastructuur, woningbouw, de energietransitie, klimaatadaptatie, landbouwtransitie. En eigenlijk bij al die investeringen moeten we rekening houden met de lange termijn. Want alles wat we nu bouwen, wat we nu neerzetten, dat staat er voor minimaal 50 tot 100 jaar. Ja, en al die dingen, al die opgaven, die hebben een enorme ruimteclaim. En als we iets niet hebben in ons land, is het ruimte. Dus moeten we gaan nadenken over hoe doen we dat eigenlijk. En dat vraagt om een lange termijnvisie. Nou, zonder zo'n lange termijnvisie piept en kraakt het aan alle kanten. We zien dat natuurlijk overal om ons heen gebeuren. Stikstof, woningbouwcrisis, de klimaatextremen die we al zien. En we hadden een wake-up call, de overstromingen in Limburg in 2021. Zware regenval, een groot deel van Limburg onder water. In het buitenland was de schade nog vele malen groter. Maar dit zijn wel de extremen waar we rekening mee moeten gaan houden. En niet alleen te veel water, maar ook vooral te weinig water. Vandaag een bericht van Vitens op de NOS... app dat Vitens aangeeft dat ze niet kunnen garanderen dat alle woningen van drinkwater kunnen worden voorzien in ons waterrijke Nederland. En dat is nu al en we weten dat klimaatverandering nog veel meer extremen gaat verzorgen. Nou, met de biodiversiteit gaat het in ons land ook bizar slecht. En we hebben nog een wat langzamere uitdaging die ook heel veel hoofdbrekers zorgt. Want we moeten rekening houden met zeespiegelstijging. 1 tot 2 meter in 2100. Wij zijn in ons verhaal uitgegaan van 1,5 meter in 2120. Maar goed, het kan daarna nog verder stijgen. En ook daar wordt keihard over nagedacht. Verschillende scenario's om te gaan met zeespiegelstijging. Nou, boodschap in de media die opgepikt wordt is 5 meter zeespiegelstijging kunnen we makkelijk aan. Gaat u rustig slapen, alles onder controle. Maar geloof mij, als het 5 meter zeespiegelstijging is, dan is er nog veel meer aan de hand in ons land en zijn de uitdagingen enorm. Wij dachten, laten we met deze context en deze opgaves nadenken over hoe Nederland er over 100 jaar uit zou kunnen zien. Waarbij we een aantal nieuwe principes, leidende principes, hebben bedacht voor die ruimtelijke inrichting van Nederland. Een beetje geïnspireerd op de wedding cake, dat rechterplaatje van de Sustainable Development Goals, waarbij die onderste schijf eigenlijk laat zien dat de Sustainable Development Goals die gaan over de biosfeer, het gezond natuurlijk systeem, dat die eigenlijk leidend zijn voor al die andere duurzaamheidsdoelen die we met z'n allen hebben gesteld. En dat zegt eigenlijk, en dat is misschien wel het belangrijkste principe, dat we zeggen van het natuurlijk systeem, ons water- en bodemsysteem en onze natuurlijke processen zouden leidend moeten zijn in de ruimtelijke inrichting van Nederland. Nou, dat is inmiddels ook rijksbeleid. Maar als je dat echt heel serieus neemt, dan betekent dat dat Nederland er eigenlijk totaal anders uitziet. Dat hebben wij geschetst aan de hand van deze kaart. Is er iemand die deze kaart nog nooit gezien heeft? Ah, kijk, goed publiek. Nee, ik was pas ergens, daar had de helft van de mensen hem toch nog nooit gezien. Maar deze kaart die vertelt eigenlijk een heel groot verhaal. En eigenlijk laat zien dat Nederland er, als je water en bodem sturend en die natuurlijke processen serieus neemt, dat Nederland er echt totaal anders uitziet. Met veel meer ruimte voor water, landschappen als spons, veel meer bos. De kust laat meegroeien met de zeespiegelstijging, natte veenweidegebieden. Een landbouwsysteem veel meer in balans met het natuurlijk systeem. Eigenlijk een totaal ander leefbaar en aantrekkelijk Nederland. En het was een beetje een experiment. We hebben dit gepresenteerd als een soort denkrichting, niet als een blauwdruk. En in december 2019 de wereld ingeslingerd. En toen werd het tot onze vreugde heel snel opgepikt door allerlei media. Dus de kranten doken erop. Ik mocht het in Buitenhof komen toelichten. En we zijn het meest trots op dat we de Linda hebben gehaald. Als je dat toe wil doen in ons land, dan moet je in de Linda staan. Maar het belangrijkste is dat wat we hebben geleerd is dat eigenlijk Nederland en misschien wel de hele wereld snakt naar een hoopvol oplossingsgericht verhaal over de toekomst.
En naast al die alarmerende plaatjes en plaatjes van Nederland onder water willen we weten wat moeten we wel doen. Waar moeten we naartoe? Hoe ziet die toekomst eruit? En ook vooral de landbouw schreeuwt daar eigenlijk om. Nou, wij zeiden Nederland zou een fantastisch living lab kunnen zijn om aan de wereld te laten zien hoe je in een dichtbevolkte delta met al die uitdagingen toekomstbestendig kan inrichten, zodat je daar fijn kan wonen en werken en voedsel kan produceren en volop ruimte hebt voor water en natuur. Inmiddels hebben we die boodschap ook bij het Nationaal Groeifonds neergelegd en inmiddels hebben we een kennis- en innovatieprogramma van 150 miljoen om de kennis te ontwikkelen die nodig is om nature-based solutions sneller deze kant op te bewegen. En we zijn eigenlijk met z'n allen een hele ingewikkelde puzzel aan het leggen, want het kan natuurlijk denk ik veel sneller dan 2021. En eigenlijk zeg ik altijd van ja, elke regio is een onderdeel van die puzzel. En we moeten natuurlijk met z'n allen weten welke puzzel we ongeveer aan het leggen zijn. Maar uiteindelijk komen alle opgaven in een regio bij elkaar. Nou, daar hebben we het vandaag ook over. De Groene Metropoolregio is zo'n regio. Daar horen we zo meteen nog meer over. En ik zou willen afsluiten met dit plaatje, waarbij ik eigenlijk wil aangeven dat het superbelangrijk is dat we veel meer energie steken in die bovenste groene lijn, hè, die 1,5 graden samenleving waar we eigenlijk met z'n allen naartoe willen. Want die onderste plaatjes, dat is volgens mij de koers die we niet willen varen. Maar dat betekent wel dat we heel duidelijk in beeld moeten brengen van welke keuzes we vandaag anders moeten gaan maken. We moeten ook echt keuzes durven maken, want anders gaan we niet daar rechtboven ergens uitkomen. Daar wou ik mee afsluiten. Ik heb een boek geschreven, The Only Planet heet dat, een soort reisgids naar de toekomst. Daar staan 7 routes in hoe we naar dat mooie plaatje kunnen komen. Daar wou ik mee afsluiten. Dank jullie wel. Ik wou het vergelijken met een snuif cocaïne. Dat gaat ook, daar krijg je ook energie van en uiteindelijk bekomt het je eigenlijk gewoon slecht en is het eigenlijk. Maar het is. Ik heb daar geen ervaring mee hoor. Nee, goed, ik zeg helemaal niks. Dit blijft gewoon allemaal onder ons. What happens in Wageningen stays in Wageningen. Zo is dat. Dat is, ja. Nee, maar wat het is dat je. De Linda is natuurlijk geweldig. Het werd heel goed ontvangen. Ja. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, was er toentertijd ook iets van malheur of protest te horen over, of was het daar gewoon slim genoeg zo vaag voor gepresenteerd allemaal, dat ik dacht, ja, het is een soort vlekkenplan en iedereen als een soort Rorschachblot kan daar van alles in lezen. Nou ja, iedereen ging natuurlijk vooral kijken naar waar woon ik en wat gebeurt er met mijn eigen woning. Er waren wel mensen die daar wat van vonden. En dat was heel grappig. Op Geen Stijl was er een hele discussie over onze kaart. Dat is echt, het ging helemaal los. Er waren allemaal complottheorieën over wat er allemaal ging gebeuren. Maar ik moet zeggen, overwegend waren de reacties heel erg positief. Mm-hmm. En het is natuurlijk ook een beetje een veilige kaart. Omdat we hebben ook overwogen, moeten we dit nou Nederland 2050 noemen? Of 2120? Nou, uiteindelijk zijn we op 2120 uitgekomen. En daar zit natuurlijk ook wel een beetje de veiligheid. Want iedereen kan heel erg mooi dromen over een wenselijke toekomst. Maar dit vraagt wel echt rigoureuze beslissingen. Ja, zeker, ja. Bijvoorbeeld op bepaalde plekken niet meer gaan bouwen. Nou ja, dat maakt het spannend. Dus ja. 2050 is een stuk dichterbij. En dan, ik denk dat als we dat erboven hadden geplakt, dat we wel meer commentaar hadden gehad. Ja, ja. Blijf in ieder geval in de buurt. Dank ja. voor je bijdrage. Want inderdaad, één van die, moet ergens vandaan komen. Hè? Nederland, vind jij al, is natuurlijk een land waar we geen zeeën van ruimte hebben. Wij hebben nog het grote geluk dat we in de grootste en misschien wel de groenste provincie van ons land wonen. Maar als je dan ziet inderdaad wat voor Grand Canyon-achtige ravijnen zeg maar, aan water er straks door het land moeten lopen, dan houden we vrij weinig ruimte over. En als het dan ergens vandaan moet komen, dan is het waarschijnlijk toch deels, althans of grotendeels misschien, vanuit het agrarisch gebied. Ik zou heel graag Marta Bakker naar voren willen vragen. Marta Bakker, geef een applaus. Thank you.
Martijn, mijn charmante assistent, heeft je microfoon. En ja, jij hebt op basis van, want dat is inderdaad wat Tim zojuist al aangaf, hè, op het moment dat je gaat verfijnen, gaat inzoomen, of het naar voren trekt, dan kom je voor pijnlijke keuzes te staan. Jij hebt een verfijning gedaan eigenlijk op grond van de kaart van NL 2120. En naar aanleiding van jouw expertise, nog gericht is op de landbouw. Zou je hem willen toelichten? Ja, heel graag. Ja, het is eigenlijk dus een soort ruimtelijke uitwerking van een visie over, best wel uitgesproken visie over de toekomst van de landbouw. En ik heb die visie echt wel jaren geleden, nog voor de stikstofcrisis, ontwikkeld naar aanleiding van een verzoek van de provincie Noord-Brabant of ik eens een keertje wilde langskomen om iets te vertellen over de relatie tussen landbouw en natuur en ook de effecten van klimaatverandering daarop. Nou, dat wilde ik wel doen. Het begon natuurlijk met de slechte staat van natuurgebieden en in relatie tot stikstof onder andere. Maar er speelt natuurlijk veel meer. Een van de dingen die ik ook heel erg vind, dat is dat de biodiversiteit in het landelijk gebied zelf, dus buiten de natuurgebieden, ook enorm is achteruit gegaan. En dus boeren die maaien steeds vaker en gebruiken zwaardere machines. Veel mest, bestrijdingsmiddelen, ontwatering enzovoorts. Dus dat is ook een heel ernstig probleem. Nou, daarnaast hebben we eigenlijk steeds vaker situaties met ofwel te veel water of te weinig. En dat komt omdat we eigenlijk een veel te efficiënt ontwateringssysteem hebben. Ook weer ten behoeve van de landbouw. Nou, omdat het over klimaatverandering moest gaan, kon ik natuurlijk ook niet onvermeld laten dat de landbouwsector de ene grootste uitstoter is van broeikasgassen in het land. En dan was er nog iets. Dierziektes, waaronder dus ook zoonoses, dat gaat ook flink erger worden met klimaatverandering. Nou, dus dat was niet zo'n heel erg opbeurend verhaal. Dus ik had het gevoel, ik moet die mensen daar toch ook iets van een soort toekomstperspectief meegeven. Nou, en dat bestond eruit dat ik zei van, je moet eigenlijk die landbouw gewoon opdelen in drie zones. En dan die eerste zone, dat is dan zeg maar dat lichtgroene gebied. Daarin gaan we de landbouw gewoon zwaar extensiveren. Dus dat worden, grote aaneengesloten begrazingsweides met vrij grazende kudderen, runderen, schapen, veel bloemetjes en bijtjes, hè, kruidenrijke graslanden zoals we dat noemen. Nou, heel weinig bemesting, weinig bestrijdingsmiddelen, hoge grondwaterstanden. Nou, en daar dan doorheen meanderen, beken, houtwallen, singels, bosjes, vennen. Nou, en als je dat dan dus doet voor echt een substantieel areaal, zoals hier, en je doet het ook op die plekken waar het hardst nodig is, dan ben je dus in één klap van al die problemen die ik dan schetste in de eerste helft van dat verhaal, die ben je dan kwijt. En je krijgt er een heel mooi, fijn landschap voor terug. Maar goed, we moeten ook eten en we willen ook niet het kind met het badwater weggooien. Dus, tweede zone, dat is dan dat oranje. Dat worden de gebieden waar je nog wel gewoon echt flink doorgaat met de landbouw zoals we hem eigenlijk nu kennen. Dus echt hoge productiviteit, flink produceren. Natuurlijk wel het een en ander doen om het iets duurzamer te... Ja. Maar dat kan dan met technologie. Mm-hmm. En dan het derde element, die derde zone, die is heel klein. En die bestaat eigenlijk uit alle niet grondgebonden landbouwbedrijven die je daar dan samenbrengt en clustert. Want het is eigenlijk van de gekke als je bedenkt dat er heel veel bedrijven zijn die helemaal geen gebruik maken van grond. Varkenshouderijen, kippenhouderijen, maar ook de glastuinbouw. Er komt geen grond bij aan te pas, dat is puur in gebouwen. Dus waarom moeten die midden in het landelijk gebied zitten? Ook als je bedenkt dat die daar echt eigenlijk heel erg veel overlast veroorzaken. Dus mijn idee was, of dit is niet eens mijn idee, ik heb het ook maar weer van iemand geleend, van je moet dat
bij elkaar clusteren in een soort agroparken. Je koppelt daar die dierlijke en die plantaardige productiesystemen, dan wordt het hartstikke circulair. En dan ben je in het landelijk gebied ook van alle overlast af. Nou ja, dat is in de notendop het verhaal achter deze kaart. Ja, waanzinnig interessant. Want als we nou inderdaad inzoomen dan op de, nou laten we dan maar toch even breder pakken, de provincie Gelderland, dan zien we resumerend dus eigenlijk heel veel extensieve landbouw. Ja. Rondom inderdaad de Veluwe natuurlijk als een soort van robuuste, natuurlijke romp. En dan waar de Gelderse Vallei ligt, het een en ander aan intensieve landbouw, wat vlekken in de Achterhoek. En dan bij uitzondering eigenlijk het gebied wat ik vandaag voor het eerst in mijn leven met een bus heb doorkruist, namelijk van station Ede-Wageningen naar deze vrije locatie hier. En dat wordt dan dus inderdaad gewoon, daar komen dan de varkensflats te staan. Ja, daar zit een geel stukje, hè? Ja. Ja, nou ja. Even heel erg zwart-wit. Ja. Interessant. Ik denk dat het hier gaat schuren. Ik ben even benieuwd naar reacties uit de zaal. Is er nog ergens van daar? Of mag ook nog even... Ja, oké, dat is hier. Ja. Ja, ik was heel benieuwd hoe je tot die keuze bent gekomen van waar, welk type zone. Ja, dat vind ik ook wel leuk om iets over te zeggen, want eigenlijk is dit kaartje pas later gemaakt. Hè. Dus eerst die visie en toen, in het begin vonden mensen dat heel leuk en toen verslapte de aandacht. En toen dacht ik, want ik had ook naar Tim gekeken van, ja, je moet een kaartje maken, want dan krijg je de aandacht. Dus dat kaartje dat is er later bijgemaakt. Eigenlijk vooral om wat aandacht te genereren. Ik heb het niet alleen gedaan. Ik heb een aantal experts bij elkaar opgetrommeld. En we hebben als een soort afpeilui zijn we begonnen. In principe zo begon je met alles oranje zoals het nu is. En dan ga je kijken van nou ja, welke gebieden moet je weghalen. Nou, dan begin je met de veenweidegebieden. En dan begin je met de gebieden die heel goed zijn voor sponswerking, alle drinkwaterbeschermingsgebieden, de oude EHS, die was natuurlijk hartstikke goed ontworpen, die zit er ook in, bufferzones rondom natuur, cultuurhistorische waarden, ik zal nog wel wat vergeten, maar ja, zo is dat opgebouwd. En vruchtbare grond, neem ik aan? Gronden waar een probleem mee was, die hebben we eruit gehaald. En wat je dan automatisch overhoudt, ja, dat zijn natuurlijk de vruchtbare kleigronden. En nog wat stukjes zandgrond. Als daar een beetje leem in zit en ze zijn niet al te droog, dan kan je daar ook nog prima wat mee doen. Ja. Dank. Blijf vooral ook staan. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar meer... Dat is ook het idee van Riek Bakker. We moeten ook politici uitnodigen. Een enorme hoeveelheid politici eigenlijk, relatief gezien, hier in de zaal zitten. Geef een applaus aan wethouder Dimitri Holthuis-Bangelder. Ik wil het niet gewoon delen, want die pubers die interfereren met mijn zendertje, zeg maar, zijn we achtergekomen. Dimitri, jij bent wethouder van de vrije, ongetwijfeld schitterende gemeente Overbetuwe, tussen Arnhem en Nijmegen gelegen. Is het een agrarische gemeente of is het middenland? Hoe zullen we het kenschetsen? Nou, we noemen het altijd een landelijke gemeente. Overbetuwe ligt letterlijk tussen Arnhem en Nijmegen in. We noemen ons ook wel het middengebied, samen met onze collega gemeente Lingewaard. En zijn eigenlijk op 11 kernen kent de gemeente. Ja, in veel landelijk gebied. Ja. Dus echt een landelijke gemeente. Ja. Mag het kaartje nog even terug, hè, met de knipper? Want ik wil daar even met jou ook naar kijken. Jij zit dan dus inderdaad tussen Arnhem en Nijmegen ingeklemd. Met ook nog een flink klont aan rood, zo gezegd, ertussen. En dat is door inderdaad op deze kaart, althans, dus inderdaad helemaal gevrijwaard van intensieve landbouw. De huidige situatie ziet er, neem ik aan, anders uit.
Ja, die ziet er inderdaad anders uit. En als we dan ook naar de gemeente echt kijken, dan... we hebben ondanks net een groot onderzoek gehouden bij onze boeren. Wij kennen 250 agrarische bedrijven. Dus voor een gemeente als Overbetuwe is dat best wel veel. Maar daarin ook gewoon kijkend van, welke kant wil je hiermee op? Vooral het gesprek, we kennen allemaal de tractoren op de snelwegen. Maar we hebben natuurlijk ook gewoon de trekkers bij ons voor het gemeentehuis gehad. En in plaats van naar buiten toe te gaan, hebben we ze gewoon binnen uitgenodigd. En eigenlijk gewoon het gesprek aangejaagd. Want we kunnen met z'n allen, en dat zie je ook in een kaartje als deze. En ik vind kaartjes, nou we keken elkaar straks al wel even aan. Kaartjes zeggen altijd heel veel. Je gaf straks al wel zelf aan dat mensen ook gelijk gaan inzoomen op hun eigen situatie. En eigenlijk wil je eerst naar het begin. En dat is het gesprek met elkaar. En dat hebben wij ook met de agrarische bedrijven gedaan. We hebben dat breder gedaan. We hebben de boeren en tuinders. Onderzoek heet ook boeren en tuinders aan het woord. Kunt u allemaal gewoon online vinden. Maar wat je daarin vooral ziet is... ga vooral het gesprek gewoon eens even met de doelgroep zelf aan. Want we kunnen kaartjes heel mooi gaan kleuren. En dat kan een toekomstbeeld zijn. Maar als wij, en ik heb vanochtend nog met allemaal wethouders over functieverandering gehad. En dan zie je dat we op hele kleine vlekjes al heel moeilijk doen om verandering teweeg te brengen. Ja, dan vind ik dit soort kaarten, dat kan een visiebeeld zijn. Maar die vind ik dan wel lastig. Omdat we heel vaak nog op de centimeter met elkaar het gesprek voeren. Terwijl ik eigenlijk veel enthousiaster word van het toekomstbeeld van waar willen we naartoe? Laten we gaan dromen, laten we dat gesprek met elkaar voeren. Want dan denk ik echt, dan heb je hem ook op tafel. Dan weet je ook, dan kun je het gesprek met elkaar voeren. En hebben we echt nog wel stappen te zetten. Ja, want hoe staan de mensen bij jou, zeg maar, die echt met hun voeten in de klei staan? Hoe staan die erin? Als het gaat om, even los van deze kaart. Dat er wat moet veranderen, dat is iedereen er toch wel min of meer over eens. En tegelijkertijd las ik in dat onderzoek inderdaad terug, dat ook gewoon deel van de respondenten, de hakken in het zand dan wel de prijzen. Ik wil niet veranderen. Nou, niet veranderen of de mogelijkheid bieden om te kunnen veranderen. Mm-hmm. En daar zit ook wel een heel groot verschil in. Als je met een boer praat over zijn werk, wat hij nu op dit moment uitvoert, of je praat met een ondernemer om de kansen naar de toekomst te zien. Mijn doel is om dan als ondernemers met elkaar in gesprek te gaan, want dan zie je ook wel dat als jij kansen en mogelijkheden biedt naar de toekomst toe, dat je dan echt wel dat gesprek op de wagen krijgt. En dat zie je nu dus ook door ze in het onderzoek het gesprek aan de voorkant te organiseren. En dan met elkaar in gesprek te gaan van dat toekomstbeeld hebben we met elkaar. En hoe komen we met elkaar naar dat toekomstbeeld toe? Dat is een andere vraag of een andere opmerking dan dat ik een dergelijke kaart ga inkleuren. En ga zeggen, ondernemers, zo moeten jullie werk gaan doen. Elke ondernemer hier in Nederland zet zijn hakken in het zand als jij een ondernemer gaat vertellen hoe die moet ondernemen. Wat verwacht je dan van een agrariër? Marta, ben jij met boeren in gesprek gegaan? Ja, er zijn natuurlijk boeren geweest. Die hebben zich wel gemeld bij mij en vonden ze iets. Ja, dat is wel gebeurd. Mm-hmm. Maar was dat aan de koffietafel zoals Dimitri voorstelde? Nee. Het is niet... Kijk, ik heb natuurlijk... Ik ben geen bestuurder, ik ben niet eens een beleidsmaker. Ik heb een kaartje de wereld in geslingerd, omdat ik aandacht wilde voor het verhaal. Daar zijn beleidsmakers vervolgens wel mee aan de haal gegaan. Hè? Onder andere het stikstofkaartje is hier uit voortgekomen. Daar heb ik niet zelf hand in gehad, maar dat is wel gebeurd. Nou ja, daarmee is het natuurlijk... heeft het een wending genomen die ook het hele kaartjes maken in een slecht daglicht heeft gezet. Wat jammer is, want op het moment dat je het niet in een kaartje zet, dan blijft het toch voor iedereen een beetje abstract. En de meeste mensen zullen denken van nou, het zal mijn deur wel voorbij gaan. En daar kom je ook vaak niet verder. Dus het is denk ik goed wel dat er een steen in de vijver is gegooid, maar het is nooit mijn
pretentie geweest van, oh, nou, dan gaan we het zo doen. Kijk maar even, zoek maar even op waar je woont en dan, nee. Maar ik wil ook nog wel wat zeggen over die boeren. Hè. Dus ik snap dus wel goed waarom de meeste, ik heb ook eventjes snel naar dat rapport gekeken en de meeste boeren die geven aan van, nou, ik heb geen interesse, dank je. Of ze zeggen van, nou, ik vertrouw de overheid niet. En dat zit toch in een het eerste, hè, van die geen interesse, dat zit heel erg in het probleem dat wij eigenlijk al decennia lang die boeren door gebrek aan visie in een soort rat race hebben gestuurd. Van onderling concurreren. En door die rat race hebben we eigenlijk een soort natuurlijk selectieproces op gang gebracht. Waardoor nu op dit moment de topsporters op het gebied van voedselproductie over zijn gebleven in de race. Ik generaliseer natuurlijk heel erg. Maar dat is natuurlijk niet de makkelijkste groep met wie je gaat zeggen van, oké, nou gaan we iets heel anders doen. Dan gaan jullie landschapsbeheer doen. Het tweede is het probleem van, nou ja, het is zeggen van, nou, de overheid is niet betrouwbaar. En er zijn inderdaad wel heel veel voorbeelden te bedenken van waarin dat inderdaad wel zo is geweest. En wat ik nu vind, is kijk, die groene gebieden, daar gaat de productiviteit natuurlijk enorm achteruit. Maar daar komt iets voor in de plaats. Maar wat er in de plaats voor komt, dat kan die boer niet direct vermarkten. Maar het is wel heel erg waardevol voor ons. Dus wij moeten daar als maatschappij voor gaan betalen. Waarschijnlijk via de overheid, via een constructie van goedkope pacht of betalingen voor ecosysteemdiensten. Maar je merkt wel dat de bestuurders daar heel erg aan het talmen zijn. Ja, ja, moet dat nou? Kunnen we niet een verdienmodel bedenken dat die boeren dat niet nodig hebben? Dat is onzin. Ze hebben die aanvullende inkomenssteun nodig, onder voorwaarde dat ze er iets goeds mee doen. Maar omdat overheden daar dus heel erg huiverig voor zijn, zeggen die boeren van, ja, ik ga niks doen zolang ik niet zwart op wit heb staan, dat ik inkomensondersteuning krijg. En dat snap ik. Dimitri, we moeten inderdaad naar het volgende kaart, namelijk zo, maar Dimitri, heb jij even los van hè, of zo'n visie dan het onderlegger, zo'n kaart als onderlegger of niet, maar heb je dan misschien ook een advies aan de overheid om hoe dat dan aan te pakken? Nou, het is voor mij, kijk, een kaartje brengt zeker het gesprek op gang. Hè? Dus ik zeg daarmee niet dat kaartjes niet helpend zijn. Alleen wat ik net ook wel probeer duidelijk te maken, als we gewoon een visie hebben naar de toekomst toe, daarom dat ik ook even verwijs naar de 2120, dan heb je een visie waar je naartoe wil. Dan kun je ook het gesprek met elkaar voeren waar je naartoe wil. Want in datzelfde rapport stond ook dat de 30% van de boeren gaan stoppen. Dat is een natuurlijke beweging om ook een ontwikkeling op gang te kunnen brengen. En dan kun je dan ook gewoon gaan kijken met dit soort kaarten om welke verandering willen we op gang brengen en hoe willen we dat vervolgens ook in gaan kleden. En hoeft niet altijd een verdienmodel te zitten. Want je ziet daar ook een hele grote groep zie je er gewoon tussen zitten die daar echt wel een stap in willen zetten. Maar wel gewoon naar de toekomst toe mee willen kijken, waar gaan we dan naartoe? En als het nu al op de postzegel haast bekeken wordt wat we wel en niet kunnen, en de grote visie eigenlijk een beetje ontbreekt, waar willen we echt naartoe? Ja, als je daar met elkaar over in gesprek bent, en dat is ook het eerste gesprek wat je nu aan de keukentafel letterlijk voert, maar het geeft ons ook de mogelijkheid om die stap wel verder te zetten, dat vertrouwen terug te winnen, en dat gesprek gewoon op diezelfde keukentafel ook daadwerkelijk te voeren. En dan kom je uiteindelijk wel weer bij kaartjes, want uiteindelijk moeten we wel ergens naartoe om die volgende stap te zetten. En wat ik de overheid en mijzelf mee zou willen geven, is ook vooral geef wel duidelijkheid en openheid in waar je naartoe wil en waarom je zaken doet. En niet enkel en alleen dit is het kaartje en zo gaan we het doen. Dat zijn mooie afsluitende woorden voor nu. Dank jullie wel, allebei. Geef ze een applaus. De tweede presentatie, Harriet, mag ik jou naar voren vragen? Harriet Tiemens, dames en heren, directeur van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Ja, dank. Dank voor de uitnodiging dat wij hier ons 2120 verhaal mogen vertellen, wat gemaakt is door de onderzoekers van de onderzoeksgroep van Tim van Hattem. Een paar jaar geleden
Toen is de Groene Metropoolregio een samenwerking van 18 gemeenten, met als steden Arnhem en Nijmegen, heeft zichzelf opnieuw uitgevonden. Wij werken natuurlijk al 30 jaar samen, maar dat gaat zo met ups en downs. En vanaf 1 januari 2021 heten wij Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. En dat is een fantastische naam, want wij hebben metropolitane kenmerken. En we hebben natuurlijk ook de belangrijke kenmerken, de stuwwallen en het rivierengebied. En dat samen, dat geeft dus ook wel de opgave voor de toekomst. En in onze eerste regionale agenda stond ook de opdracht dat wij een vergezicht moesten gaan maken. En toen was net de visie van Tim uit. Dus wij stonden al snel bij Tim op de stoep van, zou je dat voor de regio kunnen maken? En zo gezegd, zo gedaan. Dus dat is echt hartstikke mooi. Wat er is gebeurd, is dat vanuit de gelaagdheid die Tim ook in zijn verhaal heeft aangeduid, eerst een landschappelijke kaart is opgebouwd. Dus vanuit de water en bodem, de natuurlijke situatie. En op basis van deze kaart zijn er heel veel gesprekken geweest, zijn er ontwerpsessies geweest, zijn er congressen geweest. En hebben we eindeloos met elkaar gesproken van ja, en hoe dan met die occupatielaag en hoe gaat het dan met die netwerken? En hoe kunnen we dat allemaal inkleuren voor 2021? En dat waren hele leuke gesprekken, wat in het vorige blokje ook al eventjes naar voren kwam. Als je een eeuw vooruit denkt, dan wordt het ook gedepolitiseerd. En dat heeft zo zijn voordelen, want dan kun je wat meer vrijheid met elkaar praten zonder dat je gelijk in allerlei gevestigde belangen komt. En zo kwamen wij met elkaar op deze kaart. De perspectieven voor de Groene Metropoolregio. Heeft iemand al iets van, oh ja, dat is wel heel anders dan nu. Iemand die de regio goed kent. Van wat valt gelijk op? Even kijken. Nee, nog niet gelijk een aha. Zo van, jeetje, god, dat. Ja. Nou, toen ik hem zag, toen zag ik al wel de discussies komen. En die zijn er ook. Maar daar kom ik zo op. Want die perspectieven die we hebben meegekregen van de Universiteit van Wageningen, dat zijn er 8. En die loop ik even allemaal bij langs. De eerste is natuurlijk ruimte voor de rivier. Ook buiten de uiterwaarden. Nou, daar hebben we al het eerste discussiepunt te pakken. Want buiten de uiterwaarden, binnendijks dus, binnendijks ruimte maken voor water. En niet alleen voor wateropvang, maar ook om water in tijden van droogte, om waterbekkens te maken. Dus niet alleen voor overstromingen, dus niet alleen ruimte voor de rivier om allerlei hoogspijen op te kunnen vangen of als er iets uit het buitenland komt, maar ook om water op te kunnen vangen in droge tijden. Dus daar hebben wij heel veel ruimte voor nodig. En dat kunnen we waarschijnlijk niet allemaal buitendijks opvangen, maar moet dus ook binnendijks worden opgevangen. Nou, daar hebben we natuurlijk al het eerste discussiepunt te pakken. Want binnendijks zijn heel veel andere functies op dit moment in gebruik. De tweede is robuuste dynamische natuur die tegen een stootje kan. En als we naar dit plaatje kijken, ja, dan zie je eigenlijk de oude ecologische hoofdstructuur. Ja, die was inderdaad heel goed bedacht. De vorige spreker die had het er ook al over. Je hebt pas robuuste natuur op het moment dat je gebieden aan elkaar verbindt, als er uitwisseling kan plaatsvinden. En dat gedachtegoed, dat verandert niet. Dat is een wetmatigheid. En dus robuuste dynamische natuur heeft ruimte nodig. En hier is het plaatje wat het dan ongeveer zou kunnen betekenen in 2021. Wat een eye-opener was voor veel bestuurders, wetenschappers, iedereen die meedeed aan al die ontwerpsessies en congressen, is dat we eigenlijk onze bijzondere landbouwgronden, dat we daar niet moeten gaan bouwen, maar dat we die geschikt moeten houden voor landbouw. Ook voor onze eigen voedselvoorziening. En die landbouwgronden, dat zijn de bruine plekken op de kaart. En dat zijn al hele oude landbouwgronden. Die zijn al eeuwen oud. En die zitten juist op plaatsen waardoor ze heel erg vruchtbaar zijn. Dus aan de rivier, lang gebruikt. Dus ja, die moet je echt koesteren. Die donkerblauwe vlekken, dat zijn de hele natte plekken. Die zou je kunnen gebruiken voor gewassen die daartegen kunnen. En een deel van die gewassen
Die zou je kunnen benutten voor grondstof. Dus neem bijvoorbeeld isolatiemateriaal, riet voor lisdodden, allemaal van dat soort gewassen die je dus voor andere bestemmingen dan voedselvoorziening zou moeten gaan verbouwen. Nou, steden compact bouwen, dat komt wel overeen met waar we nu mee bezig zijn. Inbreiding, dat is toch wel het toverwoord bij ons in de regio. 70% van alles wat we hebben geprognosticeerd in de woondeal vindt plaats binnen de stad, dan wel binnen de dorpen, dus binnen de bebouwde kom. En dus eigenlijk heel relatief weinig uitleglocaties. En als je naar onze kaart kijkt, dan begrijp je het ook, want er is gewoon heel erg weinig ruimte. Dus we moeten het binnenstedelijk en ook binnen de dorpen moeten we het opvangen. En wat blijkbaar nog niet zo duidelijk op de kaart is, maar wat wel een heftige discussie is en ook nog meer gaat worden in onze regio, is het bouwen op de hogere delen. Want dat zijn de stuwwallen en die zijn nu beschermd door Natura 2000. Dus dat is nu, ja ik zie Dirk ook al glunderen van ja, dat is nu eigenlijk een discussie die je nauwelijks kunt voeren. Dus dat moet beschermd blijven en daar zou je eigenlijk niet moeten wonen. Maar ja, de wetenschappers die zeggen van ja, maar het is daar wel hoog en droog. En als je dat netjes inpakt, dan zou dat eigenlijk wel moeten kunnen. En dan zou je wat meer ruimte moeten geven in het rivierengebied. En als je daar dan wil gaan wonen, dan moet je niet zoals nu de boel droogpompen om daarop te kunnen bouwen. Maar dan moet je meebewegen met de dynamiek van het gebied. Dus woningen op palen, drijvende woningen, woningen die tegen de dynamiek in het gebied kunnen. Dat is wat is meegegeven. Dit was ook wel interessant. Als je de kaarten bekijkt, dan zie je dat mobiliteit een veel minder grote ruimtelijke invulling krijgt de komende eeuw, denken de wetenschappers, dan zoals we op dit moment de mobiliteit hebben gepositioneerd in de regio. En wat ook een gedachte is dat die metropolitane ring, dat die richting Duitsland gaat, richting de stadjes Kleef en Emmerich. Ja, daar moesten we wel een beetje aan wennen aan die gedachte, want met Kleef en Emmerich wordt maar heel beperkt samengewerkt. Met Emmerich wel, met Zevenaar en Montferland op het gebied van logistiek. Emmerich heeft een haven en langs de A12 hebben we natuurlijk heel veel logistieke bedrijvigheid. Dus die samenwerking is wel. Met Kleef is er ook wel samenwerking in een regioverband. Maar eigenlijk economisch gezien is dat niet een richting die wij opdenken. Maar de wetenschappers dachten van ja, nu is alles naar het westen georiënteerd. Misschien moeten we wat meer naar het oosten georiënteerd zijn. En geeft dat dan ook wat ruimte in het mobiliteitssysteem van de regio. En dan de economie. De economie in 2021 is meer divers en meer integraal dan we die nu kennen, denken de wetenschappers. Dus die hebben het ook over werklandschappen. Dus niet die hele grote bedrijventerreinen die wij in de regio kennen, maar werklandschappen waar ook gewoond wordt, waar ook gerecreëerd wordt, waar van alles en nog wat plaatsvindt. En natuurlijk is er de lijn tussen Wageningen en de campus in Nijmegen met de Radboud Universiteit en de Radboud UMC. Dat is die stippenlijn. Daar vindt natuurlijk veel economische activiteit plaats op die as. En dan heb je de twee grote werklandschappen daar in Montferland met Emmerich en Zevenaar in de Liemers en in de haven van Nijmegen. Dus dat is het beeld wat de komende eeuw voor ogen staat, tenminste. Dat hebben de wetenschappers hebben dat voor ons bedacht. En daar gaan we het straks ook nog wat uitgebreider over hebben, van hoe die economie zich zou kunnen ontwikkelen in onze regio. Nu hebben wij zelf de afgelopen jaren ook van alles en nog wat uitgedacht. En daarvoor hadden wij ook opdrachten. We hebben een verstedelijkingsstrategie gemaakt met onze regio en met de regio Food Valley samen met 4 ministeries. Leuk dat hier ook mensen van de ministeries aanwezig zijn. En 2 provincies en de 3 waterschappen zie ik ook al hier aanwezig. Dus het is heel erg mooi. Dus het is een bond gezelschap. En dan nog alleen nog maar overheid. Want eigenlijk is onze ambitie om dat nog te verfijnen in de gebieden met ook private partijen. Zoals woningbouwcorporaties, terreinbeherende organisaties, bedrijven. En we worden langzaam zeker heel handig in het integraal werken met elkaar en met zoveel organisaties. Dat
lukt, en dat moet ook, want wat Rick Bakker al even zei, we moeten integraal met elkaar werken, intersectoraal, intergovernementaal. We hebben gewoon geen ruimte om het allemaal apart te organiseren. Dus meer landschap, meer stad, dat is de titel van onze verstedelijkingsstrategie. Toen kwam er een nieuw kabinet en toen werd de verstedelijkingsstrategie, moest een Novix ontwikkelperspectief worden. En voor een ander ministerie moest er een regio-arrangement worden gemaakt. Maar het komt allemaal ongeveer op hetzelfde neer. En het is allemaal samengevat in dit plaatje. We zijn er wel blij mee, want het gaf ons als toch weer nieuw opgebouwde regio een kans om goed met elkaar in gesprek te gaan van wat willen wij eigenlijk voor de toekomst. En dit is het plaatje richting 2040. En ik heb ze even naast elkaar gezet, ter illustratie. En dan zie je toch wel grote verschillen. En dat is wel interessant om met elkaar over van gedachten te wisselen. Wat natuurlijk heel duidelijk is, is dat het rivierengebied nog overvol is op dit moment en ook nog richting 2040. Al zien we daar ook wel met het groen-blauw raamwerk en uitbreiding van Park Lingenzegen en ook daar in de Liemers zien we ook wel uitbreiding van het watergebied. Daar zitten ook reserveringen en die worden in deze kaart al ingevuld. Deze kaart, we hebben meerdere van deze kaarten waarbij we ook hebben ingezoomd van god, waar zijn nou de gebieden waar de ambities zo gestapeld zijn dat we echt moeten kiezen van wat gaat voor. Nou, dat zit vooral ook in de Liemers, dat zit in het middengebied. Dimitri was net aan het woord. En ja, daar heb je toch ook wel heel veel ambities, zowel met bedrijven als wonen, als agrariërs, als een uitbreiding van Park Lingenzegen. En dan moet er nog een fietspad tussendoor. Dus het is een drukte van belang en daar moeten wij echt onze weg zien te vinden. En dan is het wel heel erg mooi dat we ook een soort richting 2120 hebben, waarbij ons gebied, dat is natuurlijk ook wel hier interessant om te zien op deze kaart. Hè, dus Duitsland is bij ons een witte vlek op de kaart, alsof daar de wereld ophoudt. Maar dat is natuurlijk niet zo. Duitsland is natuurlijk onderdeel van het geheel. En het is wel een aardige gedachte om dat ook in de verdere ontwikkeling mee te nemen. Dat hebben wij dus nog niet gedaan tot 2040, maar het is wel een goede gedachte om dat te doen. En om, waar ga je nou bouwen? Ga je nou bouwen op de stuwwallen of in het rivierengebied? Dat wordt de discussie, denk ik, van de komende decennia. Dank jullie wel. Dankjewel, Harriet. Ik zie de wederopstanding van het kan. Alleen dan zeg maar het knoop, niet het knooppunt Arnhem-Nijmegen, maar kleef Arnhem-Nijmegen. Dat is iets wat gaat komen. Lieve mensen, er is een tijd geweest dat het in het westen des lands allemaal zompig was, zoals het binnenkort ook weer gaat worden. En dat we het hier zeg maar onder het hertogdom Gelre fantastisch goed hadden. Het was dankzij het feit dat we waren aangetakt bij het Rijnland. En dat heeft, kijk naar al die grote kerken die her en daar staan in Arnhem, Nijmegen, Zutphen, allemaal in die tijd gebouwd dat het geld hier tegen de plinten klotste. En voor de Gouden Eeuw, zeg maar. Goed, waar we het even over gaan hebben zijn die werklandschappen. En dat wil ik graag doen met burgemeester Karel van Eert en met wethouder Aad van Orden. Ik geef ze allebei een hartelijk applaus. Want eigenlijk is dit ook een beetje, dit is ons door jou min of meer ingefluisterd. Wij hadden een gesprek voorafgaand aan dit evenement en we vroegen jou van, goh, wat speelt er? En goed, je bent naast burgemeester van Rhede ook betrokken bij de Groene Metropoolregio. En je zei, goh, ik heb net eigenlijk een sessie gehad waaruit maar weer eens bleek dat we steeds beter leren om innovatief te denken op het gebied van wonen, dat we ook bezig zijn met een landbouwtransitie, maar dat eigenlijk de rest van de economie, of de economie, daar best wel bij achterblijft. Verklaar je naar? Nee, dat is, daar heb je helemaal gelijk in. En toen wij destijds, want ik mag ook in dat Novex-gebied samen met Food Valley actief bezig zijn. En daar hebben we heel bewust gekozen om de leefbaarheidscomponent naast wonen, en ook de bereikbaarheid daarvan, want dat waren ook de eerste onderwerpen waar we met het Rijk over in gesprek kwamen. We hebben natuurlijk woondeal 1 en 2 inmiddels met elkaar afgesproken. Dus het aantal woningen wat we zouden bouwen werd duidelijk. Er was op een gegeven moment een mobiliteitsfonds waar we gelukkig ook
fors wat middelen uit hebben gekregen om die bereikbaarheid van die nieuw te bouwen woningen te kunnen realiseren. En we hadden al vrij snel door dat, daarom heten we ook de Groene Metropoolregio, dat we die leefbaarheidskwaliteit van het groen-blauwe raamwerk, dat we die een impuls moesten geven. En daar zou het Nationaal Programma Landelijk Gebied ook een impuls aan moeten geven. En de vierde bouwsteen was, en dat hadden we eigenlijk heel simpel vertaald in 100.000 woningen in die twee regio's, betekent ook voor iedere woning een baan. Maar om nou goed nagedacht te hebben over wat is nou die economie van morgen of liefst van overmorgen. Want we zien nog te vaak dat we dat een beetje lineair aan doorrekenen zijn. Als we discussie voeren over hoeveel bedrijfslocaties hebben we dan nodig, dan maak ik me wel een beetje zorgen dat de studies die door een aantal bureaus die dat al decennia lang doen, altijd maar weer doorrekenen wat morgen de nieuwe vraag zou zijn. En ik zie al aankomen dat we straks nog weer, schrik niet, zo'n 300 hectare bedrijventerreinen nog aan onze groep wordt toegevoegd, die wij dan nog maar een plek moeten geven. En je hebt net in het verhaal van Harriet gezien dat dat eigenlijk helemaal niet zomaar kan. Maar wij denken ook dat we op een andere manier moeten kijken. Maar we hadden straks ook over het gesprek met Dimitri. Het is bekend dat de mensen, de mensheid, 2/3 tot 3/4 doet het liefste wat ze vandaag doen, ook morgen en overmorgen. En die vinden verandering en dingen anders bekijken, vinden ze ingewikkeld. En daar moet je rekening mee houden. Maar dan wordt het wel tijd dat wij ook bestuurlijk wel proberen na te denken over dat er toch een aantal dingen echt anders moeten. En wij kunnen, dat is maar even mijn stelling, wij kunnen die 300 hectare straks gewoon niet meer in onze regio vinden. Maar de vraag is ook of dat nodig is. Of wij de logistiek nog moeten laten groeien, of wij bepaalde sectoren moeten laten groeien. En ik vond dat de commissie die zich landelijk gebogen heeft over de demografie van ons land, daar een aantal behartenswaardige dingen over heeft gezegd, ook in relatie tot het naar Nederland halen van nieuwe groepen mensen. Ik hoorde vandaag op de radio dat we ook 100.000 mensen uit Indonesië willen laten komen. Gert-Jan Segers is daar heel erg mee bezig. Om te kijken of we die hier dan een aantal jaren kunnen laten werken en ze dan weer terug kunnen sturen. Maar het is minder interessant naar mij, wat mij betreft, om het over dat soort aantallen te hebben als je niet eerst weet wat voor soort economie wij willen zijn. En ik denk dat onze regio bij uitstek een regio is, gezien ook de opgave die er in dat groen-blauwe raamwerk zit, om versneld te gaan nadenken over een andere economie die veel meer gecombineerd is met die woningbouwopgave, die veel meer zich richt ook op die gebiedskenmerken die we hier hebben. En dat betekent echt omdenken. En daar wil ik gewoon heel graag veel aandacht voor vragen. Ik zou bijna zeggen applaus. Zijn er ideeën misschien in de zaal wat dat zou kunnen behelzen, zo'n nieuwe economie? Heb je er zelf ideeën over? Laat ik zo zeggen, in ieder geval niet meer op dezelfde lineaire manier doordenken, maar gewoon goed nadenken over de vraag. We hebben niet, zoals bijvoorbeeld in de regio Eindhoven, één specifiek aspect. Maar wat ik daar ook wel weer aan de ene kant interessant aan vind, is dat we hebben meegemaakt dat het met de automotive industrie op een gegeven moment slecht ging. Met Philips ging het slecht. En daar moest op een gegeven moment een actieplan komen. Dat is ook gebeurd. Maar ook daar zie je nu weer dat als ASML nu de grote kurk is met alle technologie waar men daarop drijft, en die besluiten om dat anders te gaan organiseren of om weg te gaan, dan zou die regio in één keer weer in dezelfde situatie terechtkomen als 30 jaar geleden. Wij hebben een hele brede sectoreconomie. Dus bij ons zitten ook veel arbeid in hele andere sectoren. En daar moeten we elkaar beter in zien te vinden om te kijken hoe we daar ook de verdienmodellen van morgen in kunnen zoeken. Aad, wacht, nu ga ik zingen. Ik ga het microfoon zingen. Ik zoek een beetje afstand. Ja, we gaan direct antwoorden. Jij bent wethouder in Zevenaar. Anders dan de gemeente Reden, als ik dat even mag invullen, is dat een gemeente waar ook vrij een groen, maar niet zo groen als Reden dat is. Althans, er is sprake van enige verdozing. Zo is mij verteld. ja, correct me if I'm wrong, maar hoe
als gemeente. Kun je dat dan doen? Zeker. Maar dan moet ik toch een beetje aansluiten op het verhaal wat Karel zojuist vertelt. Dan zul je eerst wel een visie moeten hebben van welke kant wil je dan uiteindelijk uit met die economie. Het is al een aantal keren ook ter sprake gekomen. We hebben heel veel functies die we de komende jaren een plek moeten geven. Binnen de, laten we zeggen, de steden, de stedelijke begrenzing. En dat betekent dat je niet onbeperkt maar door kan blijven gaan met sectoren te faciliteren die op dit moment in ieder geval, hetzij heel veel ruimte vragen. Dus voor de verdozing zorgen, maar er zijn meer problemen waar we tegenaan lopen. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar een andere sector die redelijk groot is in onze regio, de vleessector. Dat zijn allemaal sectoren die op de een of andere manier gerelateerd zijn aan ook wel de traditionele industrie, noem ik het maar even. De hele vleessector die daar, de landbouwsector die daar aanhangt. En dat betekent dat je de komende jaren een aantal structurele keuzes moet gaan maken. Van wil je op die manier verder gaan? En dat is best ingewikkeld. Maar het is ook een proces wat eigenlijk onomkeerbaar is. Want we weten ook dat anderzijds de beroepsbevolking die krimpt de komende decennia. En dat betekent dat je na moet denken over van ja, maar welke sectoren willen we nog faciliteren? Want we zullen daarvoor een deel mensen uit het buitenland moeten halen. En dan zul je in mijn beleving veel meer moeten kijken naar sectoren die bijvoorbeeld gericht zijn op zorg. Jij noemde net al. Een aantal mensen vanuit Indonesië, die zitten heel vaak juist in sectoren als de zorg. Dat is wel een economische ontwikkeling, een economische tak die heel erg gaat groeien. En misschien moet je dus gewoon minder naar logistiek en al die, laten we maar zeggen, de economie van gisteren. In het faciliteren daarvan. Aan de andere kant, ik vind je moet ook realistisch zijn. Hè? Wij gaan morgen niet de logistieke sector op z'n Hollandse gezegd de nek omdraaien of de vleessector. Dat is een proces van jaren, maar je moet wel een visie hebben van waar we hier nou uiteindelijk naartoe. Hè? Want het is inderdaad wat Karel zegt, heel veel van die bureaus die kijken naar de toekomst, maar dat doen ze met een schuin oog naar gisteren. En dan is het toch een beetje die lijn die doorgetrokken wordt. En daar moeten we vanaf. Zojuist gehoord dat de vleesindustrie kan naar een van de agroparken. En dan komt er inderdaad ook weer ruimte vrij voor de zorgindustrie, zou je kunnen zeggen. Maar dat is natuurlijk ook weer gelinkt aan huisvesting. En je merkt natuurlijk dat de ruimteclaim van de economie is natuurlijk niet alleen maar de doos. Daar hangt natuurlijk veel meer omheen. En wat ik wel interessant vind, toch ook aan het knooppunt Kleef Arnhem-Nijmegen, is het idee dat we het gewoon veel meer over de grens gaan zoeken. Ik vraag me af, is dat voor jullie in Zevenaar tegen de grens aan? Zijn jullie daar al mee bezig? Is er interactie? Nou, te weinig. Je merkt toch dat die grens een echte beperking is, op dit moment nog. Ondanks de EU, ondanks in Europa, je ziet toch dat met regelgeving, met allerlei wetgeving waar je mee te maken hebt, blijkt dat toch heel erg ingewikkeld te zijn. Op lokaal microniveau lukt dat wel. Ik bedoel, mensen kunnen prima vanuit Nederland in Duitsland gaan werken of vice versa. Maar als je echt kijkt van de integrale aanpak voor de economie van. Want het gebied over de grens is eigenlijk helemaal niet zo anders als het gebied bij ons. Hè. Dus in dat opzicht kun je zeggen dat in die zin, qua landschap, qua structuur, qua, misschien moet je ook wel zeggen, qua volksaard, hè, heel erg op elkaar lijkt. Dus er zitten veel meer overeenkomsten dan verschillen. Maar we zullen de komende jaren heel veel moeten investeren om met name dat soort beperkingen om die weg te nemen. Toch meer dan de materialisatie van de fietspaden. Ja. Dat is een leuk begin, maar daar red je het niet mee. Ja. Ja. Nog inderdaad een aardige. Zijn er bedrijven bij jullie waarvan je denkt, die zijn op een goede weg? Een soort integratie van. Zie je ergens goede bewegingen?
Ja, moet je vraag iets duiden. Wat bedoel je met integratie? Nou, meer integratie tussen verschillende functies. Meer integrale aanpak, zoals die inderdaad ook wel wordt voorgestaan. Zijn er bedrijfsgebieden waar inderdaad er een mix plaatsvindt tussen functies? Ja, die zijn er wel. En wij proberen dat natuurlijk ook vanuit gemeentelijke plannen, proberen we dat te stimuleren. Hè? Met name ook die samenwerking. Een van de verschijnselen waar je mee te maken hebt, als je bijvoorbeeld specifiek naar bedrijventerreinen kijkt, hè, dat wij gemeentes we maken een nieuw bedrijventerrein. En dan over 25 jaar, dan is het inmiddels zo verlopen en is er inmiddels zoveel gebeurd. Bedrijven zijn vertrokken, bedrijven zitten niet, dat we weer een nieuw bedrijventerrein gaan beginnen. En dan moeten we het oude renoveren. En ik heb een aantal jaren, ben ik ook hoofd economische zaken geweest bij een andere gemeente. En daar hebben we met name geïnvesteerd in ook voortdurend met die bedrijven en met die bedrijfsterreinen in gesprek te zijn. Om te zorgen dat dat er matches plaatsvinden. Hè? Een bedrijf wat op een gegeven moment te groot zit, dat die ook gaat kijken, kan ik andere bedrijven die hier zitten met die ruimte faciliteren. Hè? Dus dat soort zaken, energiemanagement is er bijvoorbeeld ook zo een. Dus je ziet dat wel tot stand komen. Maar dat is zeker op oude terreinen is dat bepaald geen sinecure. Hoeft oud en nieuw dat volgens mij, hoeft dat geen tegenstelling te zijn. Ik denk dat wij in Arnhem een mooi voorbeeld hebben met industriepartners De Waard, waar inderdaad gewoon met een soort van vanuit het idee, new ideas, niet old buildings, toch inderdaad ook op een hele integrale manier wordt gekeken, voor zover mogelijk binnen alle beperkingen. Dank voor nu. Tenzij er nog een prangende vraag is vanuit de zaal. Ik kijk even rond. Zo niet. Dan... Heren, bedankt. Graag een applaus. En dan de laatste spreker, althans, hoofdspreker van vandaag, Sandra Lentzholzer. Behoeft verder geen introductie eigenlijk meer. We gaan door met de slotfinale. Yes, ja. We go for it. Nou, het slotverhaal gaat over de Nederlandse stad over 100 jaar. En de slides gaan gewoon door, dus ik... mag er achteraan galopperen, dus we blijven de vaart erin houden. Deze visie is ontwikkeld door collega's van Wageningen Environmental Research en vanuit onze leerstoelgroep Landschapsarchitectuur. Ook heel fijn dat een heel aantal van de collega's ook hier in de zaal zitten die daaraan mee hebben gewerkt. Deze visie gaat dus... eigenlijk nog meer ingezoomd over de stad, dus ook gebaseerd op wat Tim heeft verteld. Heel erg gelieerd aan de visie van de groene metropoolregio, maar wij zoomen dus in. En in dit geval op de stad Arnhem. En waarom hebben we Arnhem gekozen als stad om een visie voor de Nederlandse stad over 100 jaar te ontwikkelen? Arnhem heeft, kunnen jullie denk ik op de hoogtekaart zien, heel duidelijk verschillende landschapseenheden. Je hebt het noordelijke deel met de stuwwal, hoog en droog. Heel andere natuurlijke omstandigheden. Je hebt grote soort inkepingen, beekdalen die richting het rivierengebied gaan. Het rivierengebied dan natuurlijk vlak. En eigenlijk als een soort voorbeeld voor de grote deltalandschappen waar wij heel veel in Nederland van hebben. En het hoge en droge en het rivierengebied, dat beslaat natuurlijk in Nederland heel grote gebieden. Vandaar dat wij dachten, nou, in deze stad hebben we eigenlijk heel veel afgedekt en laten we hier verder op inzoomen. En wij hebben de stad heel uitgebreid geanalyseerd, daar ga ik nu niet op in. Maar wij kwamen eigenlijk op een aantal zones die ook al door Harriet ook al een beetje in hun visie is gekenschetst. We hebben op de stuwwal het plateau eigenlijk. Dat zijn hoogliggende gebieden, veel zand, veel bossen, heide. Dan hebben we de flanken van de Veluwe.
Dat zijn gebieden die vaak een heel bijzondere cultuurhistorische waarde hebben, waar je echt een kralenketting van landgoederen hebt, omdat het heel bijzondere landschappen zijn met veel uitzichten, met veel diversiteit en ook heel bijzondere beekdalen. Vervolgens hebben we de landschappen van het rivierengebied. Natuurlijk echt rondom de rivier, dus buitendijks, maar ook binnendijks. De gebieden met de stroomruggen en ook de komgronden. Dus heel verschillende bodemomstandigheden ook weer in het rivierengebied. En dat is voor onze visie ook belangrijk geweest. Vervolgens hebben we ook gekeken van wat gaan allerhand stedelijke functies ook in de toekomst eigenlijk vragen aan ruimtebeslag. Tim had ook al een beetje een plaatje voor heel Nederland laten zien. En nou ja, dat het allemaal niet in één gebied kan. Dat je heel slim moet misschien stapelen, combineren, et cetera. En nou, we hebben daar een heleboel studies op losgelaten. Maar mijn favoriet plaatje is eigenlijk hier helemaal onder. Waar we hebben gekeken, als wij nou al die nieuwe huizen die we in en om Arnhem moeten bouwen, en daar kom ik ook zo dadelijk op voor 2100 of 2120. Als je die allemaal uit hout en biobased materialen gaat bouwen, wat heb je daar eigenlijk aan oppervlak nodig? Nou, dat is denk ik zeer interessant, want de stad Arnhem is heel klein. Nou ja. Maar we moeten ons soms ook van bewust worden, ja, alles moet heel natuurlijk, et cetera. Maar wat voor ruimtebeslag hebben we het dan eigenlijk over? Dus dit soort studies waren voor ons ook heel erg verhelderend over waar gaat dit eigenlijk over? Tegelijkertijd hebben we ook gekeken van, nou, 2120, we zijn 100 jaar verder. De zeespiegel is echt flink gerezen. Wij moeten echt iets doen met de plekken waar wij in Nederland gaan wonen. Dus wij hebben rekening gehouden met een groei van de stad van eigenlijk 2,5 keer zoveel inwoners. Want op een gegeven moment kan je waarschijnlijk in het westen de voeten niet meer droog houden en dan moet je wat. Tegelijkertijd hebben we wel echt geprobeerd om daarvoor te zorgen dat die steden en die nieuwe, laten we zeggen, punten waar mensen kunnen wonen, heel groen zijn, veel minder verhard, want wij rijden dan ook veel meer autonoom en autonome auto's hebben eigenlijk heel weinig bestrating nodig. Dat is een groot voordeel. Wij gaan ons natuurlijk met sustainable energy voorzien, dus alles hernieuwbaar. Wij gaan ook veel meer natuurgebied realiseren, zodat ook de migratieroutes voor dieren weer tussen de Veluwe en het rivierengebied echt een keer voor elkaar komen. En dat het rivierengebied echt water kan bufferen. 22 miljoen hebben we het over, kubieke meter extra. Nou, daar moet je proberen ruimte aan te geven. Dus dat waren een beetje de uitgangspunten voor ons ontwerp. En wij hebben dan ook natuurlijk een kaartje gemaakt. Nou, wat behelst deze kaart? Jullie zien heel duidelijke verschillen tussen het zuidelijke gebied van Arnhem en het noordelijke gebied. Ik denk wat erbij opvalt, in het zuidelijke gebied heeft water heel veel ruimte, maar het is niet helemaal overstroomd. Dat betekent, die gebieden die jullie nu zeg maar een beetje groenig-bruinige kleuren zien, dat zijn eigenlijk die oude stroomruggen die langs oudere riviertakken en zo waren. Dat zijn nog steeds wat hogere gronden. Nou, daar kan je ook, en daar zitten die oude dorpen, liggen daar ook. Nou, die kan je dus eigenlijk nog steeds goed benutten. En dat zijn ook vaak de vruchtbaardere gronden. De blauwere gebieden, dat zijn die komgronden. Dat is heel kleiachtig bodem, heel nat. Nou, daar moeten we iets anders. Daar kunnen ook nieuwe vestingsknopen komen. Kom ik zo verder nog in het verdere verhaal nog op. In het noorden hebben we aan de flanken echt ook geprobeerd die beekdalen vrij te houden. Want het zijn ook voor de ventilatie van de stad heel belangrijke
luchtkanalen voor koude luchtstromen die boven van de Veluwe de stad in kunnen stromen. En door klimaatverandering wordt het altijd warmer. We hebben nog veel meer urban heat island problemen. Dus daar moeten we iets mee, daar kunnen we deze luchtstromen ook voor gebruiken. En jullie zien dat eigenlijk ook een beetje in een soort lint of vingerachtige manier de verstedelijking verder de Veluwe eigenlijk omhoog kruipt. Daartussen zijn nog steeds grote groene gebieden. En wat ook opvalt is dat op de Veluwe wat minder bos is. Want er staat nu heel veel dennenbos, dat zorgt voor enorm veel verdamping. En ook verdroging van de Veluwe, naast andere dingen, het leegpompen van de Flevopolder, papierfabrieken, etc. Maar nou, wij kunnen daar wel iets aan doen. Plus dat wij retentiemeren aan hebben gelegd. Jullie zien daar boven op de Veluwe zijn opeens meren. En deze meren zijn echt ervoor om water deels uit het rivierengebied op te pompen, om het daar op te vangen, te laten infiltreren, maar tegelijkertijd ook voor waterkracht te gebruiken. En dat laat ik zo verder zien in een van de profielen die we hebben gemaakt. Ik neem jullie nu verder mee een beetje door het landschap om te laten zien van hoe steekt dat nu eigenlijk in die verschillende gebieden in elkaar. We beginnen boven. Op het Veluweplateau zien we hier eigenlijk een van die voorbeelden van hoe wij die verstedelijking voor ons zien. Dat is echt verdicht, groen en ook in dicht contact met de natuur. Dus daar is ook een grote porositeit, zodat ook dieren nog kunnen migreren, et cetera. Daartussen zijn eigenlijk een soort transporthubs waar je van transportmiddel kunt veranderen. En die routes zijn met name fietsroutes en langzaam verkeer. Dus wij proberen het heel duurzaam te houden. Verder wat belangrijk is boven op het Veluweplateau, nou, dat zijn dus de retentiemeren. En het feit dat het de hoogste plekken zijn waar we de meeste windkracht kunnen genereren. En deze windkracht die gaan we ook gebruiken in een tijd. In de winter hebben we bijvoorbeeld vaak heel hoge rivierstand, eigenlijk overschot aan water. En dan hebben we ook heel veel windenergie. Die overschot van energie gaan we ook gebruiken om dan water omhoog te pompen in deze infiltratiemeren. Tegelijkertijd, jullie zien daar ook een pijpleiding die zo naar beneden gaat, zit daar een waterkrachtcentrale aangesloten. Die kan je dan zeg maar eigenlijk aanzwengelen als je energie nodig hebt, bijvoorbeeld in de zomer. Dus het is eigenlijk een soort grote batterij, maar tegelijkertijd kan uit die meren ook veel water infiltreren. Op die manier kunnen we die grondwaterstand ook weer aanvullen. Het Veluweplateau wordt daardoor veel diverser qua natuur. Hè. We hebben nu ook veel natte plekken die daar vroeger ook soms veel meer waren, die brengen we eigenlijk terug. We hebben ook wel wat verstedelijking, maar echt heel geconcentreerd en niet overal heel veel bebouwing. Dus wij denken dat dit een goede toevoeging kan zijn. Voor de flanken hebben we eigenlijk geprobeerd om de waarde van die landgoederen te bewaren, maar ook van eigenlijk die beekdalen die van boven het plateau naar beneden naar de stad gaan, om die ook vrij te houden. Want ja, ze hebben qua stadsklimaat een belangrijke functie, maar ook voor het waterbeheer. En daarbinnen liggen eigenlijk allemaal verschillende soorten ja, vijversystemen, ook waar ook het water weer kan infiltreren. Daarnaast zien we ook wel nieuwe delen van de stad die dan op een geconcentreerde wijze soms op die flanken omhoog groeien. En we krijgen daardoor ook een heel gevarieerd beeld van nieuwe bebouwing, maar ook het behoud en ook ontwikkeling van al deze groenblauwe assen door de stad van hoog naar laag. Als we dan naar het rivierengebied gaan, zien we eigenlijk aan die overgang van de stuurwallen en de rivier, daar hebben we heel vruchtbare gronden. Die willen we heel graag gebruiken en daar ook veel meer teelten aanbrengen die op die verschillende waterstanden reageren. Dus
met wilgen teelt en verschillende natte teelten om daar iets te doen. En vervolgens in het rivierengebied op verschillende manieren ook iets met aquacultuur te doen. Drijvende bebouwing bijvoorbeeld ook daar te voorzien. Dan hebben we verder echt in het gebied van de oude rivier stroomruggen, die fossiele stroomruggen, willen we eigenlijk die dorpen die daar al liggen bijna een beetje uitbreiden met een soort nieuwe stroomrug door wat grond af te graven elders en dan landbouwgronden rondom deze dorpen op te hopen en daardoor ook zo'n nieuwe dorpsgemeenschap een inkomsten en verzorgingsbasis te bieden. En tegelijkertijd krijg je dan natuurlijk ook veel meer vruchtbaar landbouwgebied weer. Last but not least zien we natuurlijk nog steeds ook in het rivierengebied de noodzaak om die vervoersassen die daar nu liggen, het transport van de delta richting Duitsland, etc. Ja, daar moet je toch nog steeds in voorzien. En wij denken natuurlijk sowieso dat men zich veel meer met de boot verplaatst. Maar je moet ook een aantal dingen zoals spoorwegen, et cetera, toch laten blijven. En die staan dan eigenlijk nu op pilaren die door het rivierengebied gaan. En we gaan daar ook een soort nieuwe superterpen aanleggen waar dan ook bedrijvigheid komt. Dus eigenlijk een beetje een soort transport, bedrijvigheid, maar ook woonhubs om zoiets daar aan te leggen. Op die manier denken we eigenlijk in het rivierengebied ook een enorme diversiteit te kunnen genereren aan verschillende landschappen, aan productieve landschappen, dus niet alleen maar alles water, maar nee, daar is heel veel verschillende landbouw mogelijk, bedrijvigheid, maar ook wonen. En wij kunnen ons voorstellen dat het daar heel aangenaam toeven is. En het was een zeer inspirerend project om met alle collega's daar aan te werken. Ook nog dank daarvoor. Dankjewel Sandra. Blijf ook nog even staan. Er was na de oorlog, toen Arnhem verwoest was, is er een plan geweest om de stad gewoon maar te laten voor wat die was. En geheel opnieuw op te bouwen midden op de Veluwe. Het is toch leuk om te merken dat het over 100 jaar dan eindelijk typisch Arnhems dat het best wel lang duurt voordat plannen van de grond komen. Maar uiteindelijk lukt het altijd. Dat is. Wethouder Katelijne Bouwkamp naar voren vragen. Graag een applaus. Wij hebben deze visie ooit een keer bij ons op de planken gehad, of ooit, twee jaar terug, toen die werd gepresenteerd. Wat me nog levendig bijstaat, was dat er heel veel commotie was over het feit dat er de heilige grond van de Veluwe zou worden aangetast. En aan de andere kant dat de mensen heel enthousiast waren en zeiden, vries mij maar in. En maak hem maar wakker tegen de tijd dat het zover is. Ik wil eigenlijk heel even, voordat we naar jou toe gaan, even weten wie wilde graag worden ingevroren om het mee te maken. En wie zegt nou, ja? Ja. En wie ook langzaam maar zeker rood gaan bij het idee dat de mensen bepaald gaan worden. Nee, eigenlijk wel. Nee, maar. Jullie gaan het daar nog over hebben. Hoe sta jij erin, Katlijn? In deze visie, wat als wethouder ruimtelijke ordening of eigenlijk ontwikkeling, zoals het dan bij ons heet. Nou, het is wel grappig dat 2 jaar geleden was het bijna gemeenteraadsverkiezingen. En toen zou Tim mij dit plan aanbieden. En toen werd er ambtelijk gezegd, weet je zeker dat je dit wil doen, want over 2 weken is verkiezingen en misschien wil je terugkomen of niet. En ik dacht, ja, maar dit is toch juist interessant om het met elkaar over te hebben, over de toekomst. Dan zei je, op eigen risico.
wat mij betreft hebben we precies dit nodig om het met elkaar te hebben over de keuzes die we moeten gaan maken. En ik ben het echt heel erg mee eens dat wij in Arnhem veel te weinig hebben gekeken naar de ruimtelijke ordening van Nederland. En zo, toen ik 5 jaar geleden wethouder werd in Arnhem, hebben wij ook heel erg zo de keuzes gemaakt. We hadden een structuurvisie waarbij letterlijk werd gezegd: Arnhem is klaar, Arnhem is af. Dus als er iets wordt ontwikkeld, dan doen we dat gewoon op postzegelniveau. En dan kijken we gewoon op dat gebiedje wat we kunnen doen. Maar daarbij kijk je helemaal niet meer naar de visie van de stad, de potentie die er is, de opgave. En hebben we nu juist een soort inhaalslag moeten maken van ja, je gaat kijken op die plek wat er kan. Maar je moet ook gaan kijken wat moet die plek teruggeven aan het realiseren van de opgave. En dit is natuurlijk een enorm vergezicht. Maar het geeft wel aan dat er echt andere keuzes gemaakt moeten worden de komende jaren. Willen we in ieder geval zorgen dat die klimaatverandering ook een halt wordt toegeroepen. Want we kunnen ook gewoon zo doorgaan als we doen. Alleen ja, dan is het toch een stuk grimmiger dan bouwen op de Veluwe, denk ik. Ja, nee, is het deze onderwerp. Ik kan me voorstellen dat vanuit jouw politieke kleur ook, dat het gewoon, enerzijds het feit dat er dus klimaatverandering staat hierbij natuurlijk eigenlijk centraal. Tegelijkertijd inderdaad het bouwen op wat is het, Natura 2000 gebied. Dat conflicteert toch ergens. Enorm, niet ergens, maar wat mij betreft overal. Maar het interessante daarvan is, en dat is ook nu weer hoe jij het presenteert, is nou, dat is wel spannend daar wat daar op de Veluwe gebeurt, want dan gaan we meegemaakt. Jullie zijn al met visies bezig. Nou, kortom, een grote pluim op het hoed. Dat is de eerste. Ja, dat is toch lekker meegenomen. Hè? Zelfs de kostgever die zover moet krijgen. Maar dat brengt mij meteen op de vraag. Visie weten jullie wel en dat het algemeen helemaal integraal moet. En je hebt ook ideeën over missies en anders denken. En nou, dat gaat allemaal hartstikke goed. Jullie werken gelukkig samen, universiteit en regio. Ik zou zomaar kunnen voorstellen dat jullie een voorbeeldproject worden. Want ik dacht, wat we nodig hebben is natuurlijk dat heel Nederland op deze manier aan de gang gaat. Want anders zijn jullie te veel haantje de voorste. En dan begint het in Den Haag natuurlijk weer te donderjagen. Dus we moeten, wat ik jullie eigenlijk zeg, wat mijn advies aan jullie is. Je bent hartstikke goed op weg. Jullie hebben geweldig geluk dat je die universiteit hier hebt en ook dat je ze gevonden hebt. Jullie zeggen hele fatsoenlijke dingen over, moeten nadenken over de economie en niet gelijk allemaal met die dozen aankomen. Dus je bent ook bezig en je bent zover dat je wil veranderen. Als je die moed eenmaal hebt, dan moet je gaan nadenken over wat is nou jullie strategie om dat te gaan doen. En wie neemt dan de voortouw en hoe gaan we dat in elkaar steken? Is het mogelijk dat jullie in deze regio een strategische visie ontwikkelen op hoe je het verder gaat brengen? Kun je dat regelen met elkaar? Want dan kun je namelijk laten zien, straks als het nieuwe kabinet er zit en weer gesneuveld is, dat je niet stil hebt gezeten en dat je dingen kunt doen en dat je daarmee aan de gang wil. En dan moet je ook nadenken hoe doe je dat dan met die provincie en hoe gaat het dan. Dus ga nou, kijk die ideeën allemaal hartstikke goed. Prima, hou vast, ga door. Blijf samenwerken met die universiteit. Maar ga nadenken over hoe moeten we dat strategisch aan de vork steken. Hoe moet je zulke dingen doen? Ik heb het ooit gehad met een brug. Iedereen zei, wij vinden dat plan wel leuk, maar die brug willen we niet. En dan had ik een maquette gemaakt en die brug die kon je er zo uithalen. En dan zei ik, nou dan maken we die brug niet. En dan zeiden ze tegen mij, nou dan doen we mee. Ik zeg, maar dan krijg je niet wat wij bedacht hebben. Dus dat is strategie. Mensen gaan bakkeleien, dit wel, dat niet. Dus mijn advies aan jullie is, ga door, nog meer, nog beter.
En bedenk hoe je dit aan de vork kan steken, zodat het kan gebeuren. Heel veel succes. Hartelijk bedankt voor jullie mooie verhalen en fijne bijeenkomst. En Ton, je deed het geweldig. Dank je wel.